Ik denk dat Olly trek heeft in taart. Maar dat heet zwanger zijn volgens mij. Tuur is op zoek naar het juiste antwoord. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en het is geen morgen meer, want het is 1:15. En we zijn naar het NK afstanden schaatsen WK kwalificatietoernooi aan het kijken. En we gaan taart eten. Ik weet niet waar Tuur ineens gebleven is, maar die zat net hier. En dit is de taart. Dit is een mijntaart. En dit is Tuurs taart. Ik hou meer van citroen. Tuur houdt meer van chocola. Maar we vinden allebei delen ook altijd wel erg fijn. Ja, ik denk dat Tuur aan het doen is. Ik denk dat hij zijn haar aan het doen is. Ik denk dat hij mijn vlogcamera zag en dacht, ik moet mijn haar doen. Klopt dat? Echt? Jij kent me zo. Dat is echt hilarisch. Maar ik heb er hard gelopen, ik kwam uit de douche. Idle tijd. Ik heb trouwens nog steeds mijn pyjama aan. Voor degenen die mijn vlog van vorige week hebben gezien. Ik heb denk ik al bijna 48 uur deze pyjama aan. Heb je al een schoon onder elkaar gedaan? Ja, dat wel. Zover ben ik gelukkig net wel. Hoe is het met de kleine baby? Goed, denk ik. Ja? Ja. Zo. Koud. Heel koud dit. Ja? Ja, ik denk dat Olly trek heeft in taart. En anders ik wel. Dit is de laatste van kerst 2020. De vijfde keer ook, maar... Zo lekker. Zo lekker. Tuur wil heel graag een blouseje aan. Ja, tuurlijk. Ik heb nog steeds dit aan. Maar ik heb wel gedoucht, dus dat is wel weer een vooruitgang. En Tuur vindt het leuk als ik dit aan heb, want dit heeft hij mij gegeven. Dus hij is wel een soort van trots dat ik het... Zo graag dragen, ja. Toch Tuur? Ja. Eigenlijk wilde hij dat ik dit uitdoe, maar dat gaat me dan weer net één stap te ver. Een rijsttafel besteld bij Carrollton de Meij en het is echt superveel. Tuur wil het gaan voorlezen, maar dat vind ik een beetje overdreven eerlijk gezegd. Nou, ik kan wel zeggen namens het Carrollton de Meij team. Ja. Wensen jullie prettig feestdagen en een vredig 2021. Onze culinaire dokters helpen jullie aan de volgende lekkernijen om hopelijk zo coronavrij mogelijk te blijven. Oh man, wat het ziet er echt super lekker uit. Drie soorten saté. Ja, drie soorten saté. Saté in een lichte pittige saus. Saté van lamsvlees met ketchup. Een zoetpittige mosselsaté. Ik denk dat dit is, maar ik weet niet of ik mosselen mag. Nee, die neem ik wel dan. Ja, het zijn schaal schelpdieren, maar er kan er één fouten tussen zitten, zeg maar. Dus ik denk dat ik die net niet durf. Dan neem ik wel twee van die pittige saté saus extra. Nee, dat wil jij niet. Maar dit ziet er allemaal echt heel goed uit. Zo. Echt heel goed. Echt heel goed. Garnalen, tempeh. Ja, en ik vind dit ook zo lekker. Emping. Oh, dit, ja? Dit is geen emping. Dit is emping. Dit is echt heel lekker. Probeer maar. Jee. We kunnen nog een keer ervan eten. Yay. Lekker weer. Je hebt meer pijn in je billen, Tuur. Wat ben je culinair bezig op derde kerstdag? Gadver, dat is echt vet, denk ik, wat hier zit. Of niet? Wat is dit? Is dat vet? Ja, zoiets, ja. Maar dat is wel goed. Want dat begrijp ik toch geen boter. Ja, dat is waar. Dan heb je mooie kleren aan, Weertje. Thanks, Weertje. Deze, je ging toch alleen maar wandelen? Ja, maar ik had een lekker nummer. Ah, that's the spirit. Ik zweef me echt kapot. Oké, ik ben er klaar mee. Ik heb 35 minuten op de loopband gestaan, afwisselend hardlopen en wandelen. En 4,5 kilometer ongeveer in totaal. En ik denk dat dit de langste... In de afgelopen 8 jaar
run op de loopband is geweest. Ja, ik kan er echt niet heel lang op staan. Ik ben nu ook echt best wel een beetje dizzy. Ik vraag me af, zijn er meer mensen die dizzy worden voor een loopband? Ik heb het gevoel alsof ik 80 baantjes gezwommen heb. Alsof zeg maar mijn benen niet meer tot mij behoren. Ja, het is een heel raar gevoel. Maar ik wil het wel vaker gaan doen, want zweten, bewegen vooral, is goed voor de baby. En uiteindelijk dus ook voor mij. We gaan voor de allereerste oliebol van het jaar. De allereerste. Na de restjesdag staat Annemiro vandaag weer in de keuken. Ik krijg zoveel tranen in mijn ogen als ik boven die uitpan hang. Jij hebt het allemaal moeten snijden. Oh, risotto. Ja. Ik wist het. Ik zie er ook echt, ik heb het heel koud. Alsjeblieft hier. Jee, in een watertje. Het is toch 0%? Ja, lekker man. Het is wel echt, het is toch echt 0%? Ja, het is wel 0%, ja. Ik bedoel, dit is, je probeert hem nu heel spastisch uit beeld te houden. Ja, maar je hebt gewoon... Ik drink geen alcohol door de week. Alleen op feestdagen. Ja. Toch goed? Ja, supergoed hoor. Echt fantastisch. Lekker Annemeer. Jammer dat je niet gewoon met mijn nuchtere 9 maanden meedoet. Goedemiddag. Het is woensdag. Gisteren, vandaag heb ik niet gevlogd. Ik heb niks besteld. Gisteren en vandaag heb ik niet gevlogd. Ik ben druk bezig met administratieve saaie romslomp. Maar dat is ook belangrijk, want ik wil het jaar graag in 2021 goed beginnen. En daarom wil ik mijn administratie dit keer anders gaan aanpakken. Ik wil nu een geautomatiseerd systeem in plaats van dat ik alles met houtje, touwtje, Excel-lijsten doe. Dus daar ben ik mee bezig. Maar dat zijn echt dingen waar ik kom. God, u scheelt zo hard. Ik krijg echt hoofdpijn van administratiedingen. Omdat ik het lastig vind. Als ik het eenmaal door heb, vind ik het leuk. Maar als ik het niet door heb, vind ik het absoluut niet leuk. Anyway. Dat heb ik dus gedaan. Verder heeft Tuur van vandaag een super intensieve training gedaan. En sindsdien heeft hij echt allemaal ideeën over slechte voeding. We hebben een stokbrood op. Ik heb een croissantje op. Ik heb kibbeling op. Er liggen hier oliebollen. Tuur heeft net warme chocolade met slagroom gemaakt. Alleen kijk, het is nu 4 uur en ik zit nog in mijn pyjama. En ik heb de hele dag achter mijn MacBook gezeten. En ik heb dus helemaal niks gedaan. Dus eigenlijk zit ik dit allemaal tegen heugenmug te eten. Wat is het? Anamoradio. Eindelijk! Volgens mij is het het pakket van Glossier. Uit Amerika? Nee, uit Engeland. Wat al sinds 28 november onderweg is. Het is vandaag 30 december. Oh my god, dit is echt... Dit is waar ik sinds Black Friday op zit te wachten. Een pakket van Glossier. Ik heb het verstuurd naar een lezeres van Annemail.com die in de UK woont. En met Black Friday was alles tussen de 20 en 30% korting. Dus heb ik echt goed mijn slag geslagen. Yes! Oké, wat heb ik allemaal gekocht? Dit is een handcreme. En die heb ik hier ook nog één. Die zit in een papieren zakje. Maar voor de verpakking alleen al heb ik hem gekocht. Deze is voor mijn moeder. Deze is ook voor mijn moeder. Dit is Heloscope. Dat is een highlighter. Ik gebruik dat zelf niet, maar mijn moeder is hier super blij mee. En dit had ik eigenlijk voor kerst voor mijn moeder dus. Verder 5 van mijn favoriete lipbalms. 4 boybrows. Dit in de kleur blond. Die doe ik altijd in mijn wenkbrauwen. Ik heb een mascara. En dit is iets wat ik ook nog nooit geprobeerd heb. Dat is bubble wrap. En als je dat onder je ogen doet, schijnen alle fijne lijntjes optisch te verdwijnen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dat testen. Ik vind die verpakkingen van Glossier gewoon al zo vet. Die rolt uit bij mijn neus ook echt. Zie je de fijne lijntjes? Hier zo. Oké, zie je een verschil? Ik zie vooral dat het een beetje een soort van highlighter is. Oh
Goedemorgen, het is donderdag en het is nog donker buiten zoals je kunt zien. En ik heb al een sweater aan in plaats van een pyjama. Heel bijzonder, ik ben net naar de bakker geweest. Want ik had me hier ontzettend op verheugd. Dit zijn sneeuwbollen. En dat zijn oliebollen met slagroom erin. En dat is echt super lekker. Dus ik heb een paar doosjes gehaald. Met Koningsdag dacht ik, oh, ik ga even een paar tompoezen halen. En toen stond er echt een mega lange rij. En op een doordeweekse dag staat er ook heel vaak een rij voor de bakker. Op welk tijdstip je ook bent. Maar ik had nog nooit 7:30 geprobeerd. En dat heb ik nu dus wel gedaan. En om 7:30 is er dus geen rij. Ook niet op oudjaarsdag. Dus ja, ik ga sowieso vannacht niet tot 12:00 volhouden. Of ik ga een slaapje doen. Of ik ga gewoon eerder slapen. Of ik doe gewoon allebei. Dan kan ik mezelf, zie ik mezelf eerlijk gezegd ook nog wel doen. Maar we hebben wel sneeuwbollen. Goedemorgen, Tier. Hoe gaat het met jou? Lekker hard gelopen. Ik heb ondertussen een pan ragout gemaakt. Zoals ik al gezegd had, met oud en nieuw ga ik nog een pan ragout maken. En de helft zit nu in deze bak. En die gaat mee. Want we gaan naar Robin en Laura. De sneeuwbollen gaan ook mee. Verder komt dit niet heel vaak voor, maar er zit make-up op mijn gezicht. En de zon schijnt. Mijn ogen lijken daardoor extra blauw. Al zeg je het zelf. Anyway, ik ben blij dat ik er... Als ik nu naar mezelf kijk, voel ik me een stuk knapper dan anders. Heb jij dat ook, Tuur? Weet je nog dat jij tegen mij zei dat je make-up niet mooi vond bij vrouwen, totdat je mij een keer met make-up zag? Ja, make-up en make-up. Zijn grootste schat is make-up en make-up. Ja, jij had gewoon een heel ander idee bij make-up. Tuur zag in eerste instantie niet dat ik make-up op had. Hij zei alleen dat ik er echt super goed uitzag. Toen zei ik, en vandaag heb ik make-up op. Oeh, dat is ook een beetje overdreven. Ik heb deze gekleurde crème op voor de hele gevoelige huid. Verder deze oogschaduw van Urban Decay in de kleur Wine Decay. Dit is het Urban Decay Honey Palette. En ik heb de kleur Queen een beetje aan de buitenkant van mijn oogleden gedaan. Deze mascara van Maybelline, de Falsies Lash Lift. En voor mijn wenkbrauw gebruik ik dit paletje van Anastasia in de kleur Taupe. En op mijn lippen zit een klein beetje lipbalsem. Oh, en ik heb concealer op van Jetske Ulte op mijn onzuiverheden. Maar ze komen er alsnog wel een beetje doorheen, helaas. Maar als je van ver af filmt en goed licht hebt, dan zie je het niet. We made it to a lot of food. A lot of food, och. Pastijtje, croissantjes, avocado. Ik zag ook nog ergens een ei. Waar is dat nou? Hier. Oh, daar. Muisjes. Muisjes. Zouden het roze of blauwe zijn? Bubbels. En deze mag nu eerst. Wow, ik ga niet het hele verhaal voorlezen. Nee. De camera? Nee. Ja. Piep. Oh ja, nee, dat kan ik sowieso niet hardop lezen. Want dan weten we ook meteen wat het geslacht is. En ik denk, oh, nou, we kunnen het zo niet meer filmen. We kunnen het niet meer filmen. Ook dat nog. Ook dat nog. Helaas, ik denk wel dat het wat verraadt, ja. Het ene, het andere misschien niet. Wij zijn weer thuis en onderweg naar huis hebben we even gestopt bij mijn ouders. Want mijn vader heeft oliebollen gebakken en appel. Doen we eens als het goed is. Oliebollen. Nog meer oliebollen. Oh, wow. Oh, my god. Daar wil ik wel eentje van. Tuur, wat denken mijn ouders? Dit zijn er 4. We hebben 10 oliebollen. Oh. En 10 appelbeignets. We zaten maar met z'n tweeën, hè? Nou, nee. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. Het is 1 januari. Om 11 uur
zijn we gisteravond naar bed gegaan, want ik was echt zo moe. En ik had echt zoiets van, waarom zou ik nu nog opblijven? Waarvoor zou ik überhaupt opblijven? Dus toen ben ik gaan slapen. Om 12 uur wel even wakker geworden, want vuurwerk, want dat was wel echt knijterhard. Ik weet niet waar al die mensen dat vuurwerk vandaan hebben gehaald, maar volgens mij was het verboden dit jaar. Anyway, we hebben er ook heel weinig van kunnen zien, want het was mistig. En dat is wel mooi vuurwerk. Al waren er ook een paar van die knallen dat ik dacht van, wat hebben jullie op dit moment opgeblazen? Ja, dat is. En nu is het 9:30, een tuur is aan het hardlopen. Ik heb lekker lang uitgeslapen. Ik heb het gevoel alsof ik wel gewoon gefeest heb vannacht. En allerlei dingen gedaan heb. Maar dat heet zwanger zijn volgens mij. Ik ga lekker rustig aandoen en dan... Ja, eerste dag van 2021. Bring it on! Deze hadden we eigenlijk gisteravond om 12 uur open moeten maken. Maar dat is niet helemaal gelukt, want toen sliepen we. Om in ieder geval, toen probeerden we te slapen, maar Duindorp stak daar een stokje voor. Dus het gaat nu open. Het is echt niet normaal. 17 weken. Ik had niet verwacht dat ik met 17 weken al zo'n fan zou hebben. Jawel? Tuur is op zoek naar het juiste antwoord. Heb je het al gevonden? Ja, ik had net iets gezegd over haar vetpercentage. Dat viel niet zo goed, geloof ik. Nee, jij zei iets over mijn vetpercentage. Je vond dat mijn kont zo lekker heen en weer zwiebelde al dat vet. Vet onaardig. Oké, ik ben even bang dat hij er in één keer afklopt. Maar ik zal een beetje lief worden zijn. Want ik ben echt een pasta carbonara. Zeg je dat zo? Ja. Liefhebber. En alle wereld gaat het maken vandaag. Ja, ik denk, wil je even kijken, die ui is al een beetje aangebakken, toch? Je kunt het even apart al in een bakje doen, is het klaar. Deze ui? Plop! Proost! Oh! Zonde, als je glazen al klaar gezet. Nee. Je moet glazen, jij hebt toch bier? Dit is voor mij. Dit is voor jou. Ja, ik ben niet bang dat ik dronken word. Nee, ik moet wel proosten op het nieuwe jaar met jou. Nee, wil ik. Okay. Oh, maar dat kan ook wel met biertje. Nee, dat doe ik niet wel. Een champoepel, zoals mijn moeder zou zeggen. Happy New Year! Hoe laat is het? 6 uur! Het is pas 18 uur 2021. Happy New Year! En op ons kindje! Yay! Oké. Zo, lekker. Pasta is klaar. Hij is volgens mij wel lekker. En het is tijd voor Once Upon a Time. Ik beschaam het hoe ver we al zijn in zo'n korte tijd. Maar ja goed, dat moet je anders doen in de vakantie als je niet naar buiten kan. Okay, het is inmiddels zaterdagmiddag. Ik heb vanmorgen heel vroeg ben ik naar Meijendel geweest om foto's en video's te maken voor het nieuwe Have a Good Winter Run programma dat vanaf vandaag officieel te koop is. Ik heb dus 4 uur lang in de kou hard gelopen, gewandeld, bewogen en mijn lichaam heeft het zwaar. Ik merk echt dat ik zwanger ben op dit moment. Tijdens het schieten ging het nog wel. Ik voelde wel wat, maar ik denk dat ik op adrenaline toch wel meer kan dan eigenlijk goed voor me is. Dus ik heb net een paar uur geslapen. Mascara zit ook nog hier. Maar nu is het toch echt tijd om een vlog te editen. Ik hoop dat ik er iets van kan maken. Ik vind het namelijk best wel moeilijk om weekvlogs te maken, merk ik. Ik vind eigenlijk is het maken van dagvlogs makkelijker. Want dan ben je gewoon de hele dag aan het vloggen en dan de volgende ochtend maak je er een video van. En dit is wel lastiger omdat je de hele week wel fragmenten maakt, maar je bent niet de hele dag ermee bezig. Waardoor je het ook best wel vaak vergeet. En het is lastig om te bepalen wat je wel en niet wil vloggen. Vooral ook als je de hele dag thuis zit en eigenlijk niet zo heel erg veel meemaakt. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En ik doe mijn best om er iedere week een leukere vlog van te maken. En ja, kijk eventjes op haveagood.run
voor nieuwe Have a Good Run programma's. We gaan van 10 januari tot 1, 2 mei gaan we gaan we lekker trainen naar een supermooi doel, naar jouw doel. En ik heb er super veel zin in om daar weer mee verder te gaan. Tuur ook, gelukkig, want Tuur zal erg veel foto's en video's moeten gaan staan. Aangezien ik vandaag al gemerkt heb dat ik niet heel erg veel meer kan. Maar we gaan ervoor. Dankjewel voor het kijken en tot morgen, tot volgende week bij weer een nieuwe video.